NTV, Loco, met School van de Week, Stijbeconisch College. We gaan kijken wat deze school inhoudt, of het leuk is. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Wat onze school heel speciaal maakt is, ik denk dat het speciaal is dat wij een hele gezellige, sfeervolle school zijn. Wij besteden veel aandacht aan kennis. We vinden het belangrijk dat leerlingen veel leren, maar het moet ook leuk blijven. Dus veel leren op een leuke manier. En ja, in dat kader bieden we ook heel veel verschillende activiteiten aan leerlingen aan. Sporttoernooien, culturele activiteiten, maar ook sociale activiteiten, feesten. En eigenlijk al die activiteiten worden georganiseerd ook door leerlingen, samen met collega's van school. En dat maakt dat heel veel mensen elkaar kennen. En dat het een hele veilige en warme sfeer is op school, waar het ook prettig is om veel te leren. En wat voor niveau is dit, zeg maar, voor opleiding? We hebben op deze locatie hebben wij ruim 1400 leerlingen. En we geven VMBO-T, HAVO en VWO met een aparte gymnasiumstroom. Volgens mij is het tekenles. Ja, dat klopt. En wat ben je aan het tekenen? We zijn een paar oefeningen aan het doen, zodat je een idee krijgt wat er allemaal mogelijk is met waterverf. Oké, dus dit is ook waterverf. Nee, dit is krijt, toch? Ja. En dan gaan we zelf met waterverf overheen en zien hoe dat uiteindelijk eindigt, zeg maar. Dat wordt. En zeg maar, is dit ook voor je diploma of wat is dit voor les? Ja, dit is voor mij ook als eindexamenvak. Dus ja, ik ga dadelijk in februari gaan we aan de hand van 5 thema's. Mag je 28 uur lang zoveel mogelijk en zo mooi mogelijke tekeningen maken. En daarnaast heb je gewoon een theorie-examen in de examenweken. Nou, de leerlingen zijn hier oefeningen te maken om later te kunnen aquarelleren. En aquarelleren is met doorschijnende waterverf schilderen. En dan moeten ze gewoon allerlei oefeningen doen. Vooral bijvoorbeeld natte nat of hele droge lijntjes maken. Dus dat ze alle aspecten van techniek beheersen. En daarna gaan ze dat toepassen in de tekening. Ziet er wel leuk uit. Ik zou het ook wel een keer willen proberen. Ja. Kunt u mee, waar moet ik zitten? Loco aan de verre. Check it out now. Wat zijn jullie aan het doen? We waren voor Latijn aan het oefenen. Sorry? We waren Latijn aan het oefenen. Latijns? Ja. Oké, en wat is dit voor les? Dit is een opvangles. En wat doen jullie hier? Ja, eigenlijk niks. Een beetje kloten. En wat houdt kloten in? Ja, gewoon een beetje met boeken gooien. Kunnen jullie gewoon een cijfer van 0 tot 10 geven van de school? En waarom, weet je wel? Gewoon even uitleggen. 8,5. Ja, sommige leraren zijn niet leuk, maar de sfeer is op zich wel heel leuk. En ja, leuke aula. Leuke aula. Oké, en jij? Ja, een 7, want er zijn niet zoveel schoolfeesten. Oké. Nou, dankjewel. Volgens mij is het pauze. Ja. Chaos. Ik zit in de aula voor de slimste leerling van de schoolquiz. Ik zit hier naast. Noortje. En? Juri. Oké, ik ga jou de eerste vraag stellen, ja? Hoe vaak past 1/6 in 3? Oh mijn god, weet ik veel. 1/6 in 3? Oh, echt niet. 6 keer? Is dat je antwoord 6? Ja. Fout. Het goede antwoord is 18. Het is 1/6 in 3, dus dan moet je 6 keer 3 doen. Volgende vraag is voor jou. Hoeveel is 4 gedeeld door 1/5? 4 gedeeld door 1/5? Dat is
25. En dat is ook fout. 20. Dat is goed, maar dat is te laat. Wat voor melk geeft de stier? De stier geeft geen melk. Yay! 1-0. 1-0. Oké, okay, het staat 1-0. Hoeveel maanden zit er in een kwartaal? 4. 3. Te laat! Ja. Wat is de hoofdstad van de Verenigde Staten? Washington. Yay! 2-0. Laatste vraag, jou eigenlijk heeft ze al gewonnen, maar ik ga het toch stellen. Voor je eer. Wat is de hoofdstad van Gelderland? Ja, Arnhem, maar dat mag ik niet zeggen hier. Ja, maar dat is wel goed. Uiteindelijk staat het 2-1. En... Noortje, hand. Hey, je toch? Noortje heeft gewonnen. Hey! Nou ja, bedankt. En Noortje is de slimste leerling van deze school. Wat zijn jullie aan het doen hier in dit lokaal? Wij zijn een boekbespreking aan het houden. In kleine groepjes aan elkaar. Welk boek heb je gelezen? Ja, De Voorspelling van Evert Hartman. Heb je echt helemaal uitgelezen en niet op internet iets gezocht? Ik zou nog eigenlijk 20 bladzijden moeten. Dat mag zij niet weten. Welk boek heb je gelezen? Oorlogswinter. Is het een mooi boek? Ja, heel mooi boek. Heb je ook echt uitgelezen? Niet stiekem? Oké. En je hebt dus een verslag erover gemaakt? Ja. En wat vond je van het verslag? Nou, ik vond het een goed verslag. Je had het goed over verteld. Het kwam wel goed over, ja. En wat heb jij gelezen? Het verhaal van Iqbal. En is het ook leuk? Ja, het is een heel mooi boek. Oké, waar gaat het over? Over een jongen uit Pakistan. Het gaat over kinderarbeid. En jij hebt dus hem ook beoordeeld? Oh ja, ik heb hem ook beoordeeld. En welk punt heb jij hem gegeven? Ik heb hem ook een 8 gegeven. Als je zelf nou een leerling was, waarom zou je dan voor deze school kiezen? Voor de sfeer. En voor de heel veel leuke activiteiten die wij hebben. En het is niet zo leer dat we alleen maar leuke activiteiten organiseren. Maar de leerlingen zijn er echt actief bij betrokken. Dus voor elke leerling is er wel iets om te doen. Er zijn leerlingen die bij het buffet helpen. Er zijn leerlingen die bij de techniek helpen. Er zijn leerlingen die feesten voor andere leerlingen organiseren. En ja, het is gewoon ontzettend mooi om iets voor om zelf leuke dingen te mogen doen. Maar ook om iets voor een ander goed te organiseren. En dat kan hier prima. Wie is de leukste leraar of lerares van deze school? Nee, weet ik niet. Ik weet het ook niet. Niemand echt. Ja, nee. Bas blijft. Nee, weet ik niet. Ik heb niet echt één. Elke leraar heeft wel iets leuks en minder leuks. Ik zou hem zeggen, meneer Timmers. Wie is de leukste leraar of lerares? Van natuurkunde. En hoe heet zij? Jan Timmers. Ik denk toch meneer Timmers. Wie is de leukste leraar van deze school? Jan Timmers van Natuurkunde. We hebben heel veel leerlingen gevraagd wie de leukste leraar is. En dat is jullie leraar, meneer Timmen. Toch, meneer Timmen? Sorry, nog een keer. Meneer Timmers. Ja? En daarom benoemen wij, u, de leukste leraar. Meneer Timmers hebben, die lijkt wel heel veel op mij. Is dat niet meneer Timmers? Nee. Huh? Maar ik zal eens kijken waar die is. Hij is ook een leuke leraar hoor. Hij is ook een leuke leraar. Maar hij is er niet. Meneer Timmers is niet aanwezig. Helaas. Maar het is wel de leukste leraar. Dus meneer Timmers, jij bent benoemd tot de leukste leraar van Canisius College. Mag ik voor jullie 3 keer hoera voor meneer Timmers? Ja. 3, 2, 1. Hoera! Hoera! Dag je? Hoera! Is goed. Dankjewel. Doei. Wil jij dat jouw school meedoet aan School van de Week? Stuur even een mailtje naar dit adres. Of stuur even een bericht op onze Hives. Dit was Lok van NTV, School van de Week. Kijk volgende keer weer. Ik zie je later.